Dames en heren, nu om de 3 weken, dat was het wel feest voor ons. Want dan mochten wij met ons drieën samen op bezoek bij ons vader. Een heel weekend lang. En dat was ongelooflijk fantastisch, want ons vader die stond erop dat hij voor ons altijd wou koken. En hij maakte voor ons elke week opnieuw plas speciaal klaar. Tom in Madeira saus. Kent je dat? Plas speciaal? Tom in Madeira saus. Inderdaad. Dat is niet tevreden, hè, mensen. Dat is degoutant slecht. Dat is dus een varkenstong. Volgens ons is dat waarschijnlijk uitgevonden door zo'n hele gierige beenhouwer die al heel zijn varken verkocht heeft en alleen nog met die vuil tong over zit. En dan dacht hij in zijn eigen, ik gooi dat in een beker, in een kastrool, met heet water, dan is al die vuiligheid van tussen die rippeltjes, want dat beest heeft daarmee in zijn eigen stront zitten te lekken. En dan kan ik daar een beetje champignons bij, dat past daarbij, ja, want dat groeit ook op stront. En dan neem ik nog zo'n fles van die vieze, vuile Portugese likeur. Ik ga dat daarbij met nog een beetje tomatenkes erbij. En ik geef die vuiligheid een geweldige naam. La Special. Tom in Madeira saus. En de eerste keer toen ons vader dat maakte, dames en heren, dat was dat subliem. He? Dat was lekker, hè. Dat was ongelooflijk. Maar de tweede keer was er al veel minder. En de derde keer was dat afgrijzelijk slecht. En dat was typisch ons vader, want dat deed hij met alles. Hij was altijd zo. En dat is ook een beetje ons verhaal. Ik ben de oudste. En toen is zij gekomen en dan... Ons vader dacht, I want more. Pas op, verder geen slecht woord over ons vader, want die bezorgde ons de meest fantastische vakanties. Hè? Ja, daar was hij een krak in. Nu, hij ging zelf nooit mee. Nee, hij stuurde ons altijd mee op vakantie met onze rijke nonkel, met onze nonkel Rudy. Pastor. Onderwijs.